Ja, donderdag 28 mei aanstaande zullen onze ouders Anneke en Bert Vonno hun 50-jarige huwelijksdag beleven. Ik had willen schrijven vieren in plaats van beleven, maar dat is door de huidige situatie helaas niet aan de orde. En zo begon het mailtje van Lianne Vonno uit Zwifterband dat wij ontvingen. Ja, de ouders van Lianne en haar zus Bertien behoren tot de risicogroep en daardoor kan het gouden huwelijksfeest vandaag niet worden gevierd zoals gepland. En het verzoek was van de twee zussen of wij de ouders even willen bellen om ze te feliciteren. Nou, wij zijn de gekste ook weer niet, of de slechtste, hoe noem je dat? De beroerdste niet. Dus we gaan eens eventjes bellen met Zwifterband. Eens even kijken of daar contact mee te krijgen is. Met Anneke en Bert Vonno. Even kijken, als het goed is zitten ze in de tuin. Nou, zouden ze de telefoon bij zich hebben volgens de dochters. Ja. Daar komt het. Vonno. Goedemiddag, meneer Vonno. U spreekt met Odeke en Willemijn van Omroep Flevoland. Ja. U bent live in de uitzending. Oh jeetje. Want wij overvallen u helemaal. Ja. Ja, wij bellen met een reden. Gefeliciteerd. Dank u wel. Ja, wij hebben een berichtje gekregen van uw dochters, Lianne en Bertine. Die stuurden dat u vandaag 50 jaar getrouwd bent. Ja. En dat ze dat allemaal heel groot hadden willen vieren, maar dat niet kan natuurlijk. Ja. Ja. Nee, dat moet eventjes heel anders, ja. Ja, hoe gaat dat nu? Want volgens mij zijn ze bij u, hè? Sorry, wat zei je? Volgens mij zijn de dochters nu bij u. Ja, dat klopt, ja. Ja, maar hoe gaan jullie het dan toch nog vieren vandaag? Nou, op afstand eigenlijk. Ze zijn wel in de tuin van ons achter. Maar en dan wat drinken en een gebakje en dat is het dan eigenlijk. En wat had u willen doen? Had u het echt heel groots aan willen pakken? Nou, niet heel groots hoor. We hadden wel ergens met z'n allen heen willen gaan. In Eep bijvoorbeeld, Ossenstal. Maar goed, dat kan hopelijk altijd nog een keer. Ja. Nou heeft u 50 jaar geleden tegen Anneke het ja-woord gezegd. Wat is de magie van uw huwelijk? Waarom bent u nog bij elkaar na 50 jaar? Oeps. Ja, dat is niet veel mensen gegeven namelijk tegenwoordig. Nou, weet u, je hebt vervelende dingen met elkaar. En die kan je, als je die kunt delen, dan kan je de mooie dingen altijd delen. Dat is een punt waarvan we altijd hebben gezegd van nou, we moeten eruit komen. En als we eruit gekomen zijn, dan kunnen we des te meer plezier hebben van de mooie dingen die er komen. En het is elkaar accepteren zoals je bent. Dat is heel belangrijk. En dat hebben we gewoon geprobeerd te doen. En dat is tot nog toe steeds gelukt. En we hebben wat dat er gaat nog heel veel plezier. En ik hoop dat dat nog heel wat jaren zo kan blijven. Ja, nou, dit klinkt als het beste advies van de dag. Dat advies wat ieder koppel misschien wel kan gebruiken. Dat je het gewoon met elkaar rooit al die jaren. En dat je goede en slechte tijden met elkaar moet beleven. Jullie dochters, die hebben gevraagd of wij speciaal voor jullie als de dag van toen willen draaien. Van Reinhard Meij. Nou, daar komt hij aan. Van harte gefeliciteerd. En we wensen jullie nog een hele, hele, hele prettige dag. Oké, heel hartelijk dank. Ja, dag.